Goed dan, we waren hier gebleven. En wat houdt dat grote broer nou in? Dat gaan we hier zien. Ja, ik was er gisteren inderdaad niet. Omdat ik toen bezig was een intro te maken voor mijn video's. Omdat dat mij een stuk leuker leek. En hier staat, neem me mee. Grote broer, waar is Peach? Grote broer, neem me mee. Hey, laat mijn broer met rust. Grote broer, ik kan helpen. Een groot Luigi hoofd. Ah, het is mij nu volstrekt duidelijk. Dit is het diepste deel van Luigi's dromen. Luigi's emoties zweven hier rond. Je zou kunnen zeggen dat dit de plaats tegelijk droom Luigi zelf is. Dat stukje is wel mooi. De droom Luigi die wij kennen is hier misschien ook. Maar het heeft geen zin om naar hem te zoeken. Laten we verder gaan. Goed, dat gaan we ook. Nou, je moet hier naartoe. Je moet gewoon die munten volgen. Je ziet echt allemaal van die emoties van Luigi. Er lopen er zelfs nu 3, 4... en zelfs 5 achter me. En als ik omkijk, het zijn net boers. Wacht op mij, grote broer. Het wordt vast gevaarlijk. Misschien kom je wel nooit meer terug. Je kunt terug als je in dat licht springt. Ik weet niet wat er komen gaat. Help! Grote broer, het is jouw keuze. Luigi zal je volgen. We steunen je allemaal altijd. Nou, dat is wel aardig dat hij dat zegt. Nou, wij gaan op weg naar Peach. En dan zijn we ook vlakbij een bosfight. Even die munten volgen. Oh, oké, dat lukt wel. Oké, allemaal. Nee, oh nee, kan niet. Ik heb wel iets van 5 gemist of zoiets. Grote broer, kom op. En daar hebben we hem. Onze droom Luigi is weer terug. Jaho. Ben jij droom Luigi? Nee, ik word langzaam gek van deze plaats. Mario, droom Luigi, we moeten doorgaan. Peach is vast verderop. En wat ik al zei, als je door dit heen gaat, dan ben je op weg bij een safe block. Je ziet hier een safe block. En hierachter zit die vleermuis verstopt. Ik ga gelijk opslaan, zodat ik dat niet meer hoef te missen. En dan hebben we hier onze vleermuis. Mario! Vleermuis Antasma. Nee, het is waar. Antasma. Van onderen. En onze Bowser is hier ook nu. Hoe zit dat nou? Heb jij Peach ontvoerd? Hahaha, je bent maar een baby vleermuisje. Ik zou je als een mutant kunnen opschelden. Bam. Serieus, was dat het? Wat een watje. Mario, we moeten hier weg. Laten we teruggaan naar de wakkere wereld. Gwahaha, goed plan, Zwakkie. Tijd om te knokken, Mario. Nu is het mijn beurt om haar te ontvoeren. Dit is de ontvoering deel 2, de Bowsering. Tijd om te verliezen. Oh, Luigi is bang geworden.
Wat? Wat is dat? Wat zit er op me? Nee! Niet doen, Antasma! Arg! Ga van me af nu! Weer gaan schiks terug naar de echte wereld! Hou op, laat me los! Kijk, ik wil de pitchkracht stelen. Maar ik ben gedanken veranderd. Die viel vies tijdelijker. En ik, Skionk, werk met mijn script. Beleg moet daar echt conceptie fladder komen. Ik werk nooit met anderen. Kom op, zeg. Hou op, onmiddellijk. Skriaat, stil, stil. Ik kan je wens laten uitkomen, Skiuk. Je nou ski sterker maken dan je ooit kan dromen. Wat zeg je me nou, Fleerbek? Also, ik kan je nieuwe aanvallen geven, Skiuk. Gebruik je om die ratten en groene vijanden te verslaan. Mijn oude aanvallen zijn misschien inderdaad wat afgezaagd. Dat is het enige wat je vraagt. Is je medewerking schrik? Als ik ja zeg, hou je dan op met dat gekras? Je klinkt als een gestrande bloepurren. Ha ha ha, ik heb slecht nieuws, superstukkelbroers. Grote sterke Bowser is straks nog sterker en groter. Antasma, nee. Skaak, wie zullen niet te stoppen zijn? We doen het. Nou, die emoties waren wel goed. Ik probeer een klein beetje aan mijn emoties te werken. Hoe iedereen wat zegt. Ik denk dat Dreambat de enige is die als mij klinkt nu. Hoe ik nu praat. Ah, kijk. Dat was makkelijk. Nou, hun hebben niet zo heel veel HP. Iets van 150 of zoiets. Ja, weet ik niet. Ik weet echt niet. Maar dat zien we wel. In ieder geval, het is heel makkelijk om deze baas te verslaan. Toen ik het voor het eerst deed, nou, ik was met 5 keer of zo was ik nog niet klaar. Zo doek was ik. Oké. Wow, ben ik nog serieus 3D blind? Nee. Fuck you. Lekker. Goed. 7 AP. Nou echt. Wow. Oh, zijn nieuwe aanval. Hij achtervolgt me. Oh, deze aanval is heel moeilijk. Tenminste, als je hem begrijpt. Fuck! Nee! Nee! Dit ga je niet menen. Oh, nou is Mario's HP niet zo heel hoog meer. Ik moet een beetje bijvullen met deze jongen hier. Hij is nog niet dood. Oh, deze aanval weer. Deze duurt gewoon te lang. Oh. Nee, dit is niet goed. Ah, boeien, ik versla hem wel. Is die dood? Nog niet. In ieder geval, zijn HP is niet zo heel hoog meer. Oh, die van mij trouwens ook niet.
Nee. Goed. Fuck, mis. Goed. ...21 HP, dat is echt superveel. Oké, als... Oh, als ik daar werd geraakt, dan ben ik dood gegaan. Oh jee, nu deze nog. Ik ga sowieso dood. Oei. Nee! Ik zou opnieuw moeten beginnen. Fuck. Ik begon net zo hoog met... Ik begon met net zo hoog HP. Nou ja, 21 dan. Nee, niet nodig. Dit duurt echt super lang. Laten we daar even bij houden. Komt ie. Oh, die kan niet. Mis. Oké, nou weet ik wel wat ik moet doen. Fuck, dat kan helemaal niet. Ik ga Mario's DP even bijvullen. Met 20. Nou, Bowser doet weer een aanval. Mis. Fuck. Nee, deze wil ik aanraken. Nou, nou kunnen we het doen. Iets omhoog. Komt goed, ik heb wel perfect hier. Oh, er leeft er nog maar één. Nou, daar gaat hij nog een keer. Wat? Oh, dat wist ik niet. Dat het zo ook kon. Ah, jongen. Bowser heeft wel een hoge snelheid, zo te zien. Nog één. Nu. Aan de kant. Goed. Nog een keer deze. Anders duurt het echt gewoon te lang. Antasma die vult Bowser's HP een beetje bij. Wat ook best stom is. Oké, er zijn nog maar 4 Antasma's. Oh jee. Fuck. Nee. Oei. Mis. Hoeveel? Zo. Voor maar 3 vleermuizen dan heeft Bowser gewoon 7 AP erbij gekregen. Dat is eerlijk gezegd nog wel aardig wat. Fuck. Fuck. Nee. Ah, mis. Goed. En moet Mario's HP weer bijvullen. Een super paddenstoel? Ja, dat gaan we wel doen. Oh ja, dan heb je deze afval weer. Ja, wat gaan we hier doen? Zo, overheen springen, overheen springen. Hoppa. Oh, dit lukt al. Dit lukt al. Bam. Gewoon eroverheen. Gewoon eroverheen. Bam. Wow, wat zit nou zo moeilijk? Ja, die Antasma's gaan we even doden. Nu, met deze aanval weer. Een goede vriend.
Goed zo. Oké. Goed. Oh, er leven er nog maar twee nu. Fuck. Nou, eroverheen. Goed. Ik zei dat dit niet zo lang gevecht was, maar nu ik er toch over stilsta, ik vind het nog wel best lang gevecht. Zo, ja. Leeft hij nou nog steeds? Oh nee, dan gaan die ontasmas weer. Mis. Goed. Ha, lol. Bowser doet gewoon te veel aanval. Volgens mij heeft hij echt hele hoge snelheid. Oh, nou is hij ook pasenvuurbal. Oh jee, hebben we dit. Oké. Is hij nu dood? Uiteindelijk. Nog steeds niet, hè? Oh. Goed. HP. Nou, op zich niet zoveel. Ik denk dat ik hem nu wel heb verslaan. Onitani. Uh-oh. Dit weer. Nee. Dit meen je niet. Oh, daar had ik geluk. Oh, gelukkig. Nou is hij dood. Nou is hij gewoon dood. En wat zei ik je? Hij is nu dood. Kijk. Zo, 360 HP. Ik bedoel EP. Laat pakken. Vaag ze weg. Oké. Zo, wat een kracht heeft die boze, zeg. En hoe voelt het om almachtig te zijn? Skrik. Ja. Hier kan ik wel aan wennen. Wij gaan samen werken. Skriax, wij vliegen naar de wakkere wereld. Mijn duistere plan wil slagen. Skriax. Wacht even. Ik was hier om Peach te ontvoeren. Weet je nog? We kunnen haar nog altijd ontvoeren. Maar nu moeten we ons aan dat plan houden. Goed dan. Mario. Ik kom terug voor Peach. Zorg dat niemand haar anders ontvoert totdat ik terug ben. Pak me vast, Skreex. Nou, doei, Bowser. Hey, ja! Daar heb je ons Eldrimbeer. Ja, wat een vreemde omgeving is dit, zeg. Aha, dat moet prinses Peach zijn. Deze jongens hebben je beter te bevrijden, dus... En niet zonder gevaren, want ze liggen nu allemaal te slapen. Het is gevaarlijk om in een droom in slaap te vallen.
Nou, ik heb geen andere keus. Ik zal jullie naar de wakkere wereld brengen. Bowser en die vleermuis. Oh. Ugh. Hey, lelijkes. Leer eens vliegen. Ja. Skie. Vreeskriek. Ik ben terug. Wahaha. Raad eens wie deze supersterke bondgenoot bij je heeft. Precies ik. En nu houdt niemand me nog tegen. Wahaha. Zo, echt hè. Wat een kracht geeft die Bowser nu. Ik bedoel, dat was Bowser. Toch? Prinses Peach. Oh, wat een geluk. Onze reis is goed verlopen, toch? Zo te zien is iedereen gezond en wel gearriveerd. Het spijt me dat ik je ongerust heb gemaakt, maar ik ben ongedeerd. Mario, dankjewel. Laten we zo snel mogelijk Toadsworth informeren. Vrienden, daar hebben we helemaal geen tijd voor. Het kwaad is ontwaakt. Antasma is terug. Dat is onmogelijk. Weet u het zeker, mijn prins? Antasma. De enige echte die wij gevangen hadden in Dromenland. De kwaadaardige vleermuiskoning. Hij is teruggekeerd om ons opnieuw te terroriseren. Zoals ik al zei. De slechte vleermuizenkoning. Antasma wilde zijn wensen laten uitkomen. Hij stal de duistere steen, maar mijn volk zette hem gevangen. Maar net voordat hij werd verbannen, verbijzelde Antasma de duistere steen. Wat niet de bedoeling was. We werden allemaal versteend door de vallende nachtmerriebollen. Maar het was ons in ieder geval wel geluk om Antasma gevangen te zetten in Dromenland. Maar we wisten wel dat hij voortleefde in Dromenland. We wisten dat hij langzaam weer sterker zou worden. En dat als hij sterk genoeg was, hij weer zou uitbreken. Dat niet alleen. Hij werkt ook nog eens samen met Bowser. Hij zou opnieuw proberen de wereld te veroveren en zijn nachtmerrie te verspreiden. Dan zit het er dik in dat Antasma zou proberen de droomsteen te stelen. De droomsteen? Die steen kan elke wens laten uitkomen. En die steen ligt ergens op dit eiland, nietwaar? Laten we snel naar de nabijgelegene woestijn gaan. De steen bevindt zich in de doezelduinen. Mario. Luigi. Ups, die Aldrin. Ik smeek jullie, houd Antasma en Bowser tegen. Als de droomsteen in de handen van zulke nalingen valt, dan zijn de gevolgen van deze wereld niet te overzien. Dan moeten we hoe dan ook voorkomen worden. Alsjeblieft, we rekenen erop dat jullie Antasma en Bowser zullen stoppen. Ik zorg ervoor dat die poort open blijft, oké? Ik ga terug naar mijn huis. Kom gerust nog eens langs. Oké, prinses Peach. Ik denk dat het beter is dat je teruggaat naar het kasteel. Wauw, ik verander steeds van emotie. Hoor je dat niet? Mario en Luigi, veel succes. Ik heb hoop op jullie gevestigd. Wij moeten ons ook uit de voeten maken. Wacht eens eventjes. Aldrin, is er iets?
Nee. Maakt u zich geen zorgen, mijn prins. Ik wil mijn ongeschoren vrienden altijd alleen nog iets vertellen. Als jullie tijdens jullie missie nog meer sluimers weten te hopen, kom me dan af en toe eens bezoeken. Als sluimerwijzer kan ik geschenken geven aan hen die ze verdienen. Goed gezegd, Eldrin. Je doet ons volk eer aan. Eldrin spreekt de waarheid. Bovendien zal ik zelf ook nog een beloning geven. Ik hoop dat jullie tijdens je reizen de sluimers die je tegenkomt zullen blijven helpen. Jullie hebben zulke innerlijke kracht. Gebruik hem alsjeblieft om de slapende stenen te helpen. Mooi, dan gaat deze sluimer nu eerst een dutje doen in de parkwachterswoning. Ho. Ah, ik ben bijna vergeten dat jullie tot nu toe 6 sluimers hebben geholpen. Dat is eigenlijk al een kleine beloning waard, of niet soms? Je hebt een kale hamer gekregen. Bam, jongen. Zo doen we dat. Weten jullie in totaal 7 sluimers te bevrijden? Dan heb ik nog iets voor jullie. Is iedereen zover? Dan gaan we op zoek naar die droomsteen. Via deze uitgang komen we direct uit de doezelduinen. Hopelijk zijn de gemene schurken ons niet voor. Laten we opschieten. Zo. Dat is dan voor deel 11. Deel 12 zal morgen komen. En anders overmorgen. En anders over een jaar. En anders gewoon niet. Nee, morgen. Tuurlijk komt die morgen. En doei. Tot nu toe heb ik niks meer te doen. Dus later.